Beste mensen, ik ben Toon Albers, sinds half juni wethouder in de mooie gemeente Zevenaar. En ik sta hier in het dorp waar ik geboren en getogen ben. En samen met mevrouw Jannie en onze hond Joep de dagen doorbreng. Dat wil zeggen, niet de hele dagen, want deels worden ze ingevuld, voor een groot gedeelte zelfs door mijn wethouderschap. Op gezette tijden komen onze kinderen die inmiddels uitgevlogen zijn, samen met de 8 kleinkinderen onze kant op. En ik moet zeggen, daar genieten we enorm van. Daar hebben we plezier van. Ik heb door mijn wethouderschap iets minder vrije tijd, maar daar heb ik er graag voor over. En in die vrije tijd dan geniet ik van een tijdje biljarten, maar ik mag ook heel graag sport kijken. En uiteraard muziek luisteren, koptelefoon op, jaren 60, 70, de Stones, Pink Floyd en ook muziek van deze tijd, ingegeven natuurlijk door onze dochters. En een van de leuke dingen vind ik, in tegenstelling tot hetgeen misschien veel andere mannen niet leuk vinden, maar ik ga graag met mijn vrouw winkelen. Gewoon onverwachts in het autootje stappen, winkeltje in, winkeltje uit. En dan kijken we wel of ons iets aan de vingers is blijven hangen, maar dat is niet direct nodig. Dat is puur bedoeld om eens heel lekker ontspannen, naast het best intensieve werk, een paar uurtjes door te brengen. Aan mijn grijze haren ziet u wellicht dat het niet direct nodig is dat ik nog blijf werken. Maar je kunt met pensioen zijn en dan zeggen mensen van als je met pensioen bent, dan moet je doen wat je zin, waar je zin in hebt en wat je leuk vindt. Ik zie er naar uit om met het team van het college wat er nu is samengesteld. Ik zie er naar uit om die komende 4 jaar er eens flink de schouders onder te zetten en ik heb er echt zin in.